Hoi, ik ben Suzanne en in deze video ga ik je laten zien hoe je in 7 stappen een perfect geverfde muur krijgt. Als je thuis je muur wil verven, dan kan je dat op verschillende manieren aanpakken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor structuurverf, maar ik kies gewoon voor een leuk kleurtje. Wil je even rustig bekijken welke materialen we allemaal gaan gebruiken? Klik dan hier. We willen natuurlijk geen vlekken op de vloer. Daarom gaan we eerst afplakken en dat doen we met afdekfolie. Komt-ie, Ben? Zorg dat je de folie goed vastplakt, anders gaat het schuiven. Alle gedeeltes die je niet geverfd wil hebben, plak je af met schilderstape. Je kunt trouwens het beste afdekfolie gebruiken in plaats van een plastic folie. Die kan scheuren of je kan erover struikelen, dus ik raad je afdekfolie aan. Dit is Ben. Hoi. Ben gaat me even helpen. Hij heeft net het elektra eraf gehaald en gaat nu de afdekplaatjes van de stopcontacten halen en daarna het binnenwerk afplakken. Is je muur net bepleisterd, dan is het belangrijk dat je hem eerst even afborstelt. Maar dat is nu niet nodig. We gaan eerst de muur even ontvetten. Dat doen we met een emmer water met daarin een beetje ontvetter opgelost. Zorg ervoor als je een scheurtje of een gaatje tegenkomt, dat je die eerst gaat opvullen. Gaat het goed? Ik heb een gaatje gevonden. Daarvoor kies ik het geschikte vulmiddel. En dan werk ik vanuit het midden van het gaatje naar buiten toe. Als je nu gaten of scheuren hebt tussen het plafond en de muur, dan kan je daar het beste acrylaatkit voor gebruiken. Is je muur egaal, maar zie je toch nog wat oneffenheden, maak die dan glad met fijn schuurpapier. Is je muur net bepleisterd of heb je een zuigende ondergrond, dan is het belangrijk hem eerst te behandelen met een primer. Het kan ook zo zijn dat je muur nog wit afgeeft, van dat poederige wit. Dan is het belangrijk om eerst fixerende primer te gebruiken. Als je de verf goed hebt doorgeroerd, dan begin je met het verven van de randen. Ben is er al mee begonnen. Hij gebruikt een platte verfborstel voor de randen. Voor de hoekjes is een ronde verfborstel handiger. Ik gebruik een vachtroller. Zorg ervoor dat je de verf goed verdeelt over de verfroller. Verf in lange banen en zorg ervoor dat je dat nat in nat doet, om geen kleurverschil te krijgen. Als je een muur gaat verven, gebruik dan de volgende 7 stappen voor een goede afwerking. Stap 1. Afplakken. Stap 2. Afdekplaatjes verwijderen. Stap 3. De muur ontvetten. Stap 4. Scheuren en gaten dichten. Stap 5. De oneffenheden opschuren. Stap 6. Primer aanbrengen. Stap 7. De muurverf aanbrengen. Wil je nog meer klusadvies? Bekijk dan ook een van onze andere video's en abonneer je op ons kanaal voor de nieuwste video's over klussen in en rondom jouw huis.